Welkom bij Dag Den Haag van maandag 10 mei. Vandaag vanuit Ypenburg met de volgende onderwerpen. Nieuwe overdekte skatehal in de Binkhorst, op de tast van kunstgenieten bij Beelden voor Blinden, de slag om Ypenburg herleeft en de genezende werking van edelstenen. Maar we beginnen met het korte nieuws. 8 mei 1945 wandelde de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene als eerste geallieerde eenheid Den Haag binnen, waarmee de bevrijding een onomkeerbaar feit was. Afgelopen zaterdag, precies 65 jaar later, werd dit historische feit herdacht met een defilé door het centrum van de stad. Het regiment droeg erbij het ceremonieel tenue met de kenmerkende piekhelm waarop de invasiester pronkt die herinnert aan de landing in Normandië. Vanochtend werd met behulp van een metershoge telescoopkraan een kleine versie van cruiseschip de koningin Beatrix de haven van Madurodam binnengetakeld. Het ruim 6,5 meter lange en 900 kilo wegende miniatuurschip was voor een opknapbeurt tijdelijk weg geweest. Wat wij doen is dat die eens in de zoveel tijd in onze ateliers worden, worden opgeknapt. Hè. Dan zijn ze aan een opknapbeurt toe en dan gaan wij ze weer helemaal mooi maken zodat ze dan weer goed nu in het voorjaar en in de zomer in het park liggen. Dat bootje ging zeker niet door de poort, hè? Dat schip, dat weegt 900 kilo. Dus dat is zelfs met een heleboel mannen best nog wel een ingewikkelde klus om dat op te gaan tillen. Dus dat moest gewoon op deze manier. Kijken doe je met je ogen en niet met je handen. Behalve als je blind bent. Van dat principe wordt uitgegaan bij de tentoonstelling Beelden voor Blinden. Dit beeld wat naast je staat, kun je mij laten zien wat je voelt? Nou, ik voel een torso zonder armen, zonder hoofd, zoals bij de meeste torso's. Grote borsten, tepels. Dit is gewoon zo gekomen omdat we in Beelden aan zee liepen. En ik mijn tas moest afgeven, omdat ze bang waren dat ik tegen die beelden zou aanstoten met mijn handtas. Maar toen dachten we, god, er moet eigenlijk eens iets komen voor mensen die het niet kunnen zien en die dan overal aan mogen komen. Ja, ja, ja. Het is toch leuk en dat mag dus helemaal nergens. Jij kan in één oogopslag kijken. Hier ja. Maar alles, elk groefje, elk dingetje moet ik voelen om tot een totaal te komen. Dus ik onthoud wel veel sneller van zo'n beeld wat waar zit. Ik maak als het ware een soort kaartje in mijn hoofd van het ding. En ik weet precies waar welk putje zit. Ze zit op de knieën. Ja. En ze buigt dan naar voren. Ja. Als u dat niet goed kunt zien, hoe kunt u dan opmaken dat dit een vrouwenbeeld is? Nou, aan de billen. Goed nieuws voor de skaters. Er kan eindelijk weer overdekt geskate worden in Den Haag. Afgelopen zaterdag werden de deuren geopend van een nieuwe skatehal in de Binkhorstlaan. Dus weer of geen weer, vanaf nu af aan kun je altijd skaten. Indoor skaten. Tot 10 jaar geleden was dat mogelijk bij Skateland, een voormalige garage aan de Loosduinseweg. Nadat het pand in 2000 moest worden gesloopt, duurde het 10 jaar om een nieuw indoor skatepark te realiseren. Vaak regent het en vaak zijn pleintjes onveilig. Dus daarom om de jeugd een veilige plek te geven en een goede plek waar ze kunnen oefenen en beter worden, is het superbelangrijk voor de Haagse jongeren dat er hier zo'n indoorpark is. Lang lobbyen, mooi plan geschreven. Veel hulp gehad van de gemeente, van vrijwilligers, van lokale fondsen. En we hebben het gedaan uiteindelijk. Super vet park. Het is de eerste keer dat we hier komen met de opening. En het is super mooi gemaakt. Super mooi. Dat is eigenlijk de enige hal die ervoor geschikt was. Het is groot genoeg, 1000 vierkante meter. 8 meter hoog is het hier. Je hebt toch al minstens 6-7 nodig om een goed skatepark te bouwen. Het hele gebied wordt herontwikkeld, de Binkhorst. Ja, en afhankelijk van die plannen en hoe hard dat gaat, ja, daar zijn wij een beetje van afhankelijk van hoe lang we hier kunnen blijven zitten. Wanneer vinden hier de kampioenschappen plaats?
De Nederlandse kampioenschappen gaan hier zeker, de voorrondes gaan hier zeker plaatsvinden. Wanneer, dat krijg je waarschijnlijk bij Dag Den Haag nog wel te zien. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland begon met de slag om Ypenburg. Gisteren werd deze legendarische strijd op het Elsieplantsoen nagebootst. Ik kwam toen in Delft en toen hadden ze Ypenburg hadden ze veroverd, de Duitsers. En toen, ja, toen zijn ze weer verjaagd, geloof ik hoor. Toen u net de slag nagespeeld zag, werd u toen emotioneel? Nee hoor, nee, ik ken het wel hebben. Ja, toen ik dat zo allemaal zag, toen kreeg ik een flinke broek in mijn keel eigenlijk. Ja. En dat is mijn man, die heeft die oorlog ook, en hij is altijd erg emotioneel. Dus, en wat hem ook, als veehouder, dan schoten ze bijvoorbeeld de koeien dood. Dan gingen ze daar achter als dekking schieten, de Duitsers en zo. Dus, Ik zag dat jij de hele tijd je oren dicht hield. Vond je het eng? Nee, ik vond het gewoon een beetje hard lawaai. Begrijp jij wat hier gebeurd is? Ja, de verdediging van Ypenburg en de aanval van Duitsland. Als je een pijntje of een kwaaltje hebt, dan kun je natuurlijk naar de huisarts. Maar wist je ook dat edelstenen een genezende werking kunnen hebben? Wij gingen op bezoek bij edelstenen-specialist La Caldera en liet ons wegwijs maken in de wereld van edelstenentherapie. Een winkel vol stenen, wat gebeurt hier allemaal? Ja, van alles eigenlijk. We hebben heel veel stenen, zoals je al hebt gezien. Die gebruiken we om hun energie. Dus die kun je inzetten om jezelf beter te maken. Je kunt ze in de ruimte zetten, zoals deze prachtige bollen hier. Maar je kunt ze ook dragen als een klein kettingje. Via een spiertest kijken we welke steen er bij jou past. En daarnaast hebben we ook nog prachtige oliën en kruiden en hydrolaten. Nou, ik ben benieuwd. Laten we een rondje gaan lopen. Het is altijd moois. Ja. Kijk, en een hydrolaat is natuurlijk water, dus ik kan zo een beetje over je heen. Nou, daar gaan we. En daar ruikt naar? Viooltjes. Nou ben ik besprenkeld met hydrolaat. Ja. Wat gebeurt er nou met me? Gaat toch niet krimpen, hè? Nee, je gaat niet krimpen. Je gaat groeien. Ja? Van binnen, neem ik aan dan. Ja. Wat zie ik daar zo? Dat is edelsteen water. Water heeft hele mooie kristallen en die nemen eigenlijk informatie op. Als je er dus stenen in doet, neemt die dat water informatie op en die informatie komt weer bij jou als je dat drinkt. Dus de echte crystal clear vind je hier? Echte crystal clear vind je hier. Ik heb zelf last van een beetje stress af en toe en drukte in mijn leven. Hoe kom ik tot rust? Kan ik daar een steen voor krijgen? Ja, zeker. We kunnen even een edelsteentest doen. Dat is een spiertest. En die vindt hier plaats. En dan gaan we eigenlijk testen welke hanger er op dit moment bij je past. Je mag hier even komen zitten. Dan ga ik je testen. Ja. Je linkerhand mag op je zonnevlecht. Ja. En je rechterhand ga je opsteken. Daar ga ik straks zachtjes druk op geven. En jij geeft tegendruk. En ik weet daar weerstand. En dan ga ik met een steen kijken. Die leg ik dan in je hand. Doen we precies hetzelfde. En dan wil ik dat die weerstand beter wordt. Dus eigenlijk voor jou is dat merkbaar dat het minder kracht kost om tegendruk te geven. Of dat het zelfs een beetje omhoog komt of naar voren komt. En kan de steen ook stuk? Of op? Ja, de steen kan zeker ook op. Je gaat namelijk een proces aan met die steen. Ja, je gaat in je ontwikkeling en op een gegeven moment ben je wel klaar. Heb je de energie van die steen opgenomen en de steen ook jouw dingen opgenomen en dan is het klaar. Tot zover deze uitzending van Dag Den Haag, maar niet voordat we hebben gekeken naar het weer. Vandaag voorgedragen door... Zowet Ozoi. Vanavond en vannacht klaart het goed op. De temperatuur daalt tot ongeveer 3 graden. Aan de grond kan het op veel plekken een beetje vriezen. Morgen begint de dag opnieuw fris. Er komt veel bewolking voor en er valt wat lichte regen. In de middag blijft het droog met af en toe wat ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Goed gedaan. Wat kom jij hier precies doen in Ypenburg?
Ik kom helpen met het monument, de herdenking van de slag om Ypenburg. Ziet er goed uit. Ja, dankjewel. Ik hoop je morgen weer te zien vanaf een andere locatie. Dag Den Haag.